Is dit gedeelte van het verhaal bekend aan jou of hoor je dat voor het eerst? Ja, dat hoor ik allemaal voor het eerst. De meeste jongeren weten weinig over de ervaringen van hun grootouders in de Tweede Wereldoorlog. Op een gegeven moment zei ze tegen mij dat ze niet meer met mij mocht spelen, want ik was een Jood. Frans Promet interviewde 6 grootouders en hun kleinkinderen. Weg. Gewoon weg. Zo uit hun leven geplukt. Maandag op Nederland 2.